was ook kritisch. Die begonnen met Bob Dylan te vergelijken. Dat vond Baat bij de Groot niet zo leuk. En ik vond het een beetje genant, want ik was fan van Baat bij de Groot. Ik wilde natuurlijk zoetgevoiced een mooi verhaal maken. Nou, ik heb het verhaal gemaakt voor de schoolkrant, maar in de hoofdproductie van de schoolkrant zat, en die is er helaas niet, misschien ook blij om dat hij is, Frenk van der Linden. En wij trokken met elkaar op en Frenk vond dat verhaal niet passende voor. Het gaat er iets anders eruit zien, we wilden jullie verrassen. Ja, ja, want het gaat wel een nummer van Boudewijn de Groot worden. Sorry, maar niet de eenzame fietser. Ja, dat vinden we toch een beetje eenzaam, maar dat past niet op deze avond. Plus dat ik Boudewijn de Groot eigenlijk helemaal niet leuk vind, maar dat komt denk ik een beetje door het generatieverschil tussen ons. Sorry daarvoor. Dus het is iets van Boudewijn de Groot geworden. Het is de voor Boudewijn de Groot. Maar als ik de zaal zo zie en hoe je het allemaal hebt geregeld, dan geloof ik erin dat het een hele geslaagde avond gaat worden. Daarnaast komt er nog een verrassing. En dat heeft te maken met dat we jou heel erg bewonderen over hoe jij in het leven staat, maar hoe jij ook mensen met elkaar verbindt. En het hele leuke was dat je aan het begin van de avond daar al wat over vertelde, over verbinding, connectie zoeken met elkaar. En dan denk ik dat het een wereld van verschil uitmaakt. Maar je gaat het horen. Nooit je jas meer aan te trekken en te hopen dat je licht doet. Laat buiten de storm in maar razen in het donker, want binnen is het warm, licht en goed. Hand in hand maar buiten wijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen en ik ken je diepste angst. Niet veel.
tanden, maar die is van alle landen en van alle tijden. Schreeuwen.